We hebben een vaccin. Proost. Ja. Supergoor. Dit is het vaccin trouwens. Ik ben nu immuun voor het hele leven. Nee, er is een zicht op een vaccin. Yes! Het is een vaccin gemaakt door het bedrijf Pfizer. Pfizer is een moeilijke naam voor iemand met een hazellip. Het is meer dan 90% effectief gebleken. Het vaccin gaat ons hoogstwaarschijnlijk voor harde keuzes stellen. Wie wel, wie niet. Maar alles is nodig om de druk op de ziekenhuizen weg te nemen. Over harde keuzes en het gevecht tegen de druk op intensieve praat ik met professor De Wale in het UZ Brussel. En de cijfers en wat die betekenen voor ons allemaal bespreek ik met biostatisticus Geert Molenbergs. Maar eerst zijn we natuurlijk reuze benieuwd wie de coronastarwedstrijd 2020 gewonnen heeft. Die kale of die knappe? Ik denk die knappe. Niet één keer geknipperd. Ik zweer het je. Het vaccin is uitgebreid getest op allerhande zeer professionele proefpersonen. I could be placebo. There's a 50-50 chance or the vaccine. The first night I did have a headache, but I did have a couple of drinks that evening before I went out. So it's possible that it was that. Oké, jammer. Maar goed, 89% effectief, daar doen we het ook voor. En ondertussen blijven de steekproeven gewoon doorlopen. Men heeft zelfs de testgroep uitgebreid naar zeer jongvolwassenen en mensen die ongeloofwaardig oud zijn. Men heeft zelfs voor de laatste groep de leeftijd naar 12 jaar verjongd. De resultaten die men hier toont zijn weliswaar van volwassenen tussen 18 en 85 jaar. En men gaat stoppen met het zoeken van covid-infecties aan 160. 160. Ja, als je dan nog COVID krijgt, dan heb je het ook wel een beetje zelf aan jezelf te danken, toch? Bovendien, als je 160 jaar bent, dan heb je sowieso de Spaanse griep ook overleefd. Dus ça va wel. Er is ook luchting, dat is logisch. Er is zelfs weer een beetje hoop. Maar dan is het dus altijd weer minister Frank Partypoeper van den Broeke om ons weer terug op aarde te brengen. Wees behoedzaam, wees voorzichtig vooraleer je aan de Vlamingen gaat zeggen van mensen, binnen een paar maanden is er een vaccin. Ja. Zou kunnen, maar u hoort mij dat niet zeggen. Ja, ja, maar je hebt het dus wel net gezegd. Dus laten we ervan uitgaan dat het vaccin er komt. En dat komt niet zomaar natuurlijk, dat snap ik ook wel. Kijk, er is om te beginnen een vrij groot logistiek probleem. Logistiek is dat ook niet allemaal zo simpel. Want ik begrijp dat dit vaccin moet bewaard worden op min 70, min 80 graden. Dat doe je niet overal ter wereld. Nee. Nee, het is niet overal min 70 graden inderdaad. Maar als we nu gewoon een paar doosjes in de slaapkamer van Donald en Melania Trump zetten, dat is toch wel koud genoeg, lijkt mij. Oké, maar als die vaccins dan toekomen, moet er natuurlijk wel een zeer goed uitgewerkt plan liggen om de verspreiding daarvan te regelen, toch? Zodanig dat het niet moet gebeuren dat wanneer de kartondozen en de flacons op de stoep staan, de vraag wordt gesteld wie moet nu eerst ingeënt worden. Ja, met een eerste haal die kartonnen dozen van de stoep. Het is veel te warm. Het moet min 70 graden zijn. Zo verkwestionen dus, jongens. We moeten nu echt zorgen dat we een beetje zorgvuldig met dit ding gaan omspringen. Oké, maar we hebben het vaccin binnen handbereik. Er zijn ook andere bedrijven bezig om een vaccin te maken die nu natuurlijk ook weer getriggerd worden om nog harder te gaan werken. En 90% effectiviteit is superhoog. Of niet, Mark van Ranst? Nu, dit is 90%. In klinische trials, in de meest deftige omstandigheden. We weten dat wanneer je dat dan in de natuur gebruikt, dat dat dan nog wel iets minder zal zijn dan die 90%. Oké. Nou, dan doen we het niet in de bossen of niet in de bergen of op de kalmthoutse heiden. We blijven gewoon thuis waar we ons hele huis steriel hebben gemaakt. Kijk, dit is bijvoorbeeld mijn slaapkamer nu. Mooi, hè? Ik slaap alleen. Ik ga alvast klaar liggen in mijn dwangbuis, maar geef ons dat vaccin. De vraag is, heeft onze overheid wel ingekocht bij dit bedrijf? Op dit moment nog niet, maar gelukkig heeft de Europese Unie dat al wel voor ons gedaan. Ons land heeft dan weer opties ingekocht bij andere bedrijven, zoals Johnson & Johnson en het Oxford-vaccin. Is dat eigenlijk wel slim? Verschillende opties open houden heet dat dan. Maar mochten al die vaccins uiteindelijk succesvol zijn, dan heeft België zelfs al vaccins te veel. Yes! We hebben straks te veel. Oh yeah, baby. En we hebben ook nog ergens 500.000 mondmaskers liggen. Dus die derde golf, laat maar komen, bitches. We zullen hem besurven als een motherfucker.